Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Jolanda Huiting. Ja, Jolanda. Goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Even voor de luisteraars, want het is altijd belangrijk. Wij vragen na afloop van een podcast met regelmaat van, goh, wie vind jij Lange Lont? En een paar weken geleden hadden we hier toffe Nanda van de Ham. Tof, u weet het toch, het wordt tof. En die zei aan het eind van de rit, nou, ik ken iemand die van mij betreft de Lange Lont enorm vertegenwoordigt. En dat is Jolanda. Ja, wat een eer. Nou ja. Ja, ja, dat vond ik echt wel een eer, want ik vind Nanda echt een... Vind ik het topper. Dus, ja? Ja, zeker. Je vindt haar tof, hè? Heel tof. Heel tof, altijd ja. Heel goed. Hey, vertel eens, wie ben je? Jolanda, ik mag bijna 50 jaar worden. Heel goed. Had ik nooit verwacht, 10 jaar geleden. Ik ben de moeder van Merel en die is 18. Heel goed. Dus eigenlijk zit mijn taak als moeder erop, zou je zeggen. Maar dat gaat natuurlijk nooit, is het nooit klaar natuurlijk. Ik heb altijd een heel druk bestaan gehad. Begonnen in de horeca als gastvrouw. Heel veel gewerkt in Alkmaar en omstreken. Toen ben ik bij een horeca-uitzendbureau gaan werken. Dat ik een jaar of 23 was in Amsterdam. En toen miste ik toch wel een bepaalde opleiding. En toen ben ik 's avonds gaan studeren. En toen heb ik HBO, PNO kunnen doen. Huh? En toen overleed mijn vader plotseling. Mm-hmm. Op 52-jarige leeftijd. En dat heeft... veel gedaan bij ons in het gezin en vooral ook met mij, want ik was een papa's kind. Ja. En mijn broer ging studeren en mijn moeder ging de andere kant op en ik ging de kroeg in. Ja, want mijn leven stond op een andere manier stil. Ja. Toen heb ik eigenlijk een tijdje niet gefunctioneerd, want ik kon het niet zo goed handelen. Toen ben ik een paar maanden naar Australië gegaan, want ik wilde heel graag nog Australië zien. Daar hebben we met mijn toenmalige man heb ik daar een paar maanden in een camper mogen rijden. En hele mooie reis gehad, heel veel van genoten. En ik dacht, ja, als ik dan toch zomaar plotseling dood neer kan vallen, moest ik toch maar eens wat meer gaan doen wat ik wat wil. En het heeft veel met me gedaan. Ja. Het was wel een van de mijlpalen waarvan ik dacht van ja, dit heeft mijn leven toch wel heel erg veranderd. Ja. En toen bleek ik zwanger. She is made in Australia. Okay. Ja, nou, dus, ook niet verkeerd. Ook niet verkeerd. Nee. We in Alkmaar in de huiswaard zijn we ons gaan settelen. En toen ben ik weer gaan werken. Want ik had PNO, dus ik ben op uitzendbureaus gaan werken. Als intercedente, dus heel veel koppelen, regelen met mensen. Ja. Altijd een hoop stress, druk en de dagen vliegen voorbij. Dus ik deed op een gegeven moment ook personeelsplanning in de Beverkoog voor heel veel bedrijven en logistiek personeel. En nou, dat is helemaal leuk. Tot ik een knobbeltje in mijn borst vond. Oké. Okay. En het bleek agressieve kanker. Zo. Met uitzaaiingen naar de lymfe. En toen dacht ik, nou, gelukkig ben ik naar Australië geweest. Gelukkig heb ik al een heel stuk van de wereld mogen zien. Ja. Dus het was ook wel goed zo. Ja. Voor mijn kind natuurlijk niet, maar voor mij wel. Ja. En toen heb ik toch maar gedacht, nou, ik ga de strijd aan. Dus ik heb het hele programma gehad. Hè. Operaties, chemo's, bestraling. Ja. Bekende verhaal. 10 jaar hormoontherapie moest ik. En... nou, ik was net klaar met mijn behandeling van een jaar. En dan laten ze je ook zomaar lopen in het ziekenhuis. Dan mag je er ook zomaar uit. Er is nooit meer iemand die vraagt hoe het met je gaat. Vond ik altijd zo bijzonder. Oh. Denk, ja, raar. Dat vond ik raar. Ja, dat vind ik echt een gemis. Dus ik heb dat later opgepakt. Maar goed, het is een ander verhaal. Toen ben ik even met mijn dochter, want die was toen 8, op vakantie geweest een weekje. En toen bleek mijn moeder kanker te hebben. Dus ik zat met mijn chemo-hoofd naast haar chemo-bed. Okay. Dus we hebben een jaar met mijn moeder in een ziekenhuis gelopen. En, dus ik heb 2,5 jaar eigenlijk niet meegedaan met niks. Ik was mijn baan kwijt. Want mijn contract werd niet verlengd. En mijn moeder leeft gelukkig ook nog. En nou, dan zit je dan. De strijd allebei overwonnen. Ja. En
Ja, ik werd depressief. Oké. Okay. Want ik hoefde ook nooit meer te werken. Die chemo heeft mij zo gesloopt dat ik ook helemaal werd afgekeurd. Ja. Dus ik hoefde als 42-jarige vrouw niets meer te doen. Die keuze had ik. Ja. Ik mocht op de bank blijven zitten. Nou, dat heb ik 3 jaar gedaan. Want ik wist niet meer, ik functioneerde helemaal niet meer. Ik ben heel erg goed in pizza's bestellen. En ik woog op een gegeven moment 125 kilo. En ik was eigenlijk wel klaar. Ik dacht, nou, ik weet niet meer wat ik moet. Ik was de hele oude Jolanda was pleiten. Ja. En toen kreeg ik een nieuw huis. Als een gelukje, want we waren helemaal niet nummer 1. Maar omdat het zomervakantie was, was ik van 13 gingen we naar 1. En hadden we een huisje met een tuintje, wat ik al heel lang wilde. Overigens even gewoon een minor detail, maar je woonde op nummer 13? Nee. Of je stond op plaats nummer 13? Ik stond op 13 eigenlijk, dus ik was helemaal nog niet aan de beurt. Oh, dus jij had een gelukje op basis van het feit dat je op 13 stond. Oké, okay. Ga zou door. Kunnen. Het is een minor detail, maar het viel me op. Ga door. Ja, en toen op een gegeven moment hadden we dus een huisje in het Hoefplan. En ik kreeg daar weer zin om iets te doen, ja. om mee te doen. En toen keek ik uit het raam. Toen dacht ik, hey, ik heb een wijkcentrum tegenover mij. Dat was Huis van de Wijk de Alkenhorst. Daar had ik nog nooit van gehoord. En ik dacht, ik ga me daar eens aanmelden als vrijwilligster. Bij de Breiklub. Ja. Koffie zetten als gastvrouw. Nou, dat zit ook wel een beetje in mijn bloed. Ja. Dus nou, daar ben ik weer begonnen met de deur uit te gaan. Want ik schaamde me enorm over hoe ik eruit zag. Ja. En daar heb ik nog steeds wel een beetje last van. Maar goed, dat moet ik zelf nog verwerken, denk ik. Nou, en toen zag Wonen Plus mij, want die zit daar ook beneden. Die vroeg toen aan mij, goh, wil je voor ons ook komen werken? Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik werd inteker, dus ik ging naar oude mensen toe om te kijken wat voor hulp ze nodig hadden. Nou, zodoende ging ik steeds meer de deur uit. En ik was altijd heel erg fanatiek aan spinnen. Misschien weet je wat dat is op zo'n fiets. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. En dat kon ik niet meer met mijn conditie. Maar het enige wat ik eigenlijk nog kon, was wandelen. Maar ik heb altijd een verschrikkelijke hekel gehad aan wandelen. Want ik moest vroeger altijd mee wandelen met mijn ouders op zondag. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dan is het misschien wel leuker om met een paar mensen te gaan wandelen. Dan hoef ik dat tenminste niet alleen te doen. Want ik was er zo verschrikkelijk klaar mee met mezelf. En met wat ik deed en hoe ik het deed. En voor mijn kind ook. Je denkt, weet je wel, ga toch van die bank af. Dus ik heb een zaaltje gehuurd in de Alkenhorst. En ik heb een vriendin die maakt sapjes. Die heb ik ook uitgenodigd voor van die detox sapjes. En ik had een diëtiste gebeld. Van, goh, vind je het leuk om ook mee te doen? En we zijn gewoon 6 jaar geleden bijna gestart. Klaar mee, loop mee, heette het. Ik heb een Facebookpaginaatje aangemaakt. En we zijn van start gegaan. Een evenementje aangemaakt. En opeens waren daar al 20 man geïnteresseerd. Toen dacht ik, oh, dat is best leuk. Nou ja, toen liepen we zo'n 2-3 kilometer. Dat was ook echt wel wat ik kon. Maar er was belangstelling voor. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Nou, ik moest natuurlijk de zaalhuur betalen. Dus ik vroeg €2. Toen vroegen ze heel snel de mensen, kan je niet een keer op een avond wat organiseren? Nou, dacht ik, dan doen we dat op dinsdagavond erbij. Dus nog meer zaalhuur betalen. Kan je niet een keer in het weekend wat beginnen? Ik denk, nou, dan doen we zaterdagmorgen erbij. Dus zo ging dat heel snel de goede kant op. Toen zagen de andere wijkcentra dat. De Mare Nostrum, die vroeg, kan je niet bij ons? De Rekeren vraagt, kan je niet bij ons? De Rietschoot in Koedijk vraagt, kan je niet bij ons? En zo ging dat heel snel. En voor de corona liepen er ongeveer 350 man met me mee. Holy shit, wat gaaf. Ja, leuk. Ja. Ja. Maar het werd me veel te groot. Ik kon het allemaal helemaal niet meer handelen. Ja, op want zich. Als iemand wat had, dan kwamen ze bij mij uit. En nou, dat, dan zijn het. Dus je werd ook een soort van sociaal begeleidster? Ja, ook. Ja.
Maar natuurlijk nooit verwacht dat daar zoveel mensen behoefte hadden aan persoonlijk contact. Want dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Ik vraag aan mensen hoe het met ze gaat tijdens de wandeling. En we drinken een kopje koffie. En that's the magic. Maar goed, er moesten natuurlijk mensen bij. Want ik deed het allemaal alleen. Ik deed vrijgezellenwandelingen. Wandelingen met een theeproeverij. Want stadswandelingen. Ik werd helemaal gek ervan. Maar ja, ik ben wel 30 kilo kwijt. En mijn depressie is ook aardig weg. En we hebben nu een team van 8 wandelaars die ooit bij ons begonnen zijn. En die doen nu ook de wandelbegeleiding. Dus we bieden 6 wandelingen in de week aan. Waaronder per dag ook 3 afstanden. Dus we hebben voor iedereen iets wils. En je loopt altijd zelf mee? Niet meer. Oh, pardon. Oké. Want dat werd me te veel. Ja. Dus hoeveel keer per week loop je zelf nog mee? Ik loop nu nog met Klaar Mijn Loop mee maandag en zaterdag morgen mee. Oké. De rest wordt allemaal door andere wandelaars. Maar jij bent wel de enorme spin in het web die uiteindelijk alles organiseert en zorgt dat er een wandelaar bij is. Die dan niet de groep... meer. Oké. Nee, wij hebben ons helemaal... Alkmaar Sport heeft ons overgenomen, zeg maar. We doen het samen met Alkmaar Sport. We hebben ook hele mooie Klaar Mijn Loop mee pakken gekregen. Oké. En we krijgen nu ook een vrijwilligersvergoeding. Dus wij vallen onder Alkmaar Sport nu en die regelt de aanmeldingen en wat er allemaal bij komt kijken. Zaal, huur, geld, vragen, dat soort dingen. En ik heb vorig jaar voor de corona nog aan Paulien Hartman, dat is mijn collega op de donderdagmorgen, vanuit de Rekeren gevraagd of zij de organisatie wil overnemen, omdat ik toe was aan iets nieuws. Jij wilde wat nieuws? Ja. Oké. En wat is dat nieuws dan? Nou, het leuke is, ik stond in de krant vorig jaar. En een fysiotherapeut had dat gelezen. Dat ik op zoek was naar wat nieuws. Ja. En die heeft mij een baan aangeboden. Waardoor ik nu op dinsdag en op donderdagmorgen groepen met wandelaars meeneem. En ik heb daar een betaalde baan aan overgehouden. Oké, dus we gaan even kijken. Het aardige van dit, ik bedoel even de taak van een interviewer is dat je vragen stelt. Daar kwam ik de eerste kwartier niet aan toe. Sterker nog, het was wel mooi dat het bijna uit één adem kwam. Maar goed, het verhaal was zo indrukwekkend dat we ook volgens mij alle reden hadden om stil te blijven. Dankjewel. Je bent ziek, je vader overleed, je bent ziek geworden. Vervolgens was je er zelf vanaf. Toen vervolgens werd je moeder ziek. Toen had je er geen zin meer in, werkte 125 kilo. Was het zat om de hele dag naar Say Yes to the Dress te kijken. En dacht, ik ga nu een wandelclub starten. Die wandelclub die groeide tot uiteindelijk een totaal van 800. Iets minder. Of 300, sorry, neem me niet kwalijk. Vervolgens allerlei soorten. Toen dacht je, ja, maar dit wordt wel heel veel. Gelukkig kwam ook maar sport voorbij en die zei, we nemen het over. Vervolgens dacht je, ja, ik weet niet of dit nou is wat het is. En toen dacht je, ik ga weer een andere richting op. En in één keer was er een fysiotherapeut. Die las een stukje in de krant. En nu ben je 2 dagen per week. Voor hen? Voor hun loop je hoeveel kilometer? 5-6 kilometer. Maar dat is een piece of cake, zoals je het uitspreekt. Een uurtje, ja. Een uurtje. Even, je zit tegenover iemand die al blij is op het moment dat hij 6000 stappen op een dag doet, hè? Is ook netjes. Want ik heb zo'n app. En die begint dan ook echt te juichen op het moment dat ik er 6000 heb gedaan. Terwijl ik denk, waar zit je nou te knikken? Er zit iemand naast me zitten knikken. Je kan ook staan nu als je werkt. Kan je natuurlijk ook gewoon stappen zetten. Oh, hoe doe je dat dan? Nou ja, je hoeft natuurlijk niet te blijven zitten. Oh, maar telt hij hem dan? Ja, tuurlijk. Als je maar grote stappen neemt. Oh, je moet van links naar rechts. Dus als je zo gaat... Kunnen, hè? Maar oh, dus als je dit doet... Even kijken of die het doet. Oh, wat een goed initiatief dit zegt. Dus je hoeft kan niet te blijven zitten. Dus als ik zo douche, hè, dames en heren, het is nu een heel raar gezicht. Maar we staan dus nu gewoon keurig netjes voor de microfoon. Staan we opzij te stappen. En ik ga even kijken nou, of die werkt. Nou, volgens mij niet. Ik kijk even of die werkt. Volgens mij niet. Nee, dit is nee, een kansloos. Nee, dit hoeven nee, we vooral helaas, niet te doen. Helaas, nee, het gaat deze niet. Wel. Nou, die wel. Deze ja? wel. Hé, hey, maar nu 2 dagen per week uiteindelijk. Ja, hoe leuk. Dus uiteindelijk kunnen we even 1 conclusie trekken. De lont was ongelooflijk kort tot een paar jaar geleden. Ja. Maar die lont is in 1 keer weer... Want je straalt ook op het moment. Ik ben er weer, ja. En depressie is nu... Weg. Helemaal weg. Wandelen, het doet zoveel goed. Want dat was echt de reden waarvoor het ook weer beter ging met je. Ja.
dat is zo fantastisch. Ja? Ach, die buitenlucht is zo fantastisch. En je doet het hele jaar door? Altijd. Ja. Ik loop elke dag. Elke dag. En 100.000 passen per week maak ik. 100.000 passen per week? Ja. En waar loop je dan? Waar de wind waait. Oké, en maar loop je dan altijd samen met iemand? Of ik is loop dat ook drie alleen? Keer in de week alleen. Ja? En vier keer in de week dan met groepen. Maar ik heb op dinsdag dan twee groepen. Dus dan loop ik eerst 5-6 kilometer met één groep. En dan loop ik met een groep voor mensen die speciaal echt obese. Dus voor de mensen die 2-3 kilometer kunnen lopen, die echt willen starten. Ja. En dat kost €2,50 per wandeling. Oké. Wat is jouw droom? Die heb ik verwezenlijkt. Dus eigenlijk, bedoel... Dat mijn kind gelukkig mag worden. Hey, en is dat kind, dat is ook een, nou, gewoon een logische vraag, maar is dat kind inmiddels ook ongelooflijk trots op moeders? Nee, geloof het niet. Nee? Nee, nee. Ja, daar ben ik niet zo mee bezig, denk ik. Ik ben ook niet zo trots op mezelf, hoor. Waarom ben jij niet trots op jezelf dan? Nou, waarom wel? Nou, ik bedoel even heel raar gezegd, maar vanwege het verhaal wat je ons net verteld hebt. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat je uiteindelijk in de grochten hebt gezeten. En misschien beleef je het zelf niet zo. Maar dit is echt wel een bijzonder verhaal. Ja, dat je het is uiteindelijk, een goed verhaal, maar... Want er zit geen dame meer van 125 kilo tegenover ons. Want hoeveel weeg je nu? 93. En wat is je streefgewicht? Daar ben ik mee opgehouden. Oké, heel goed. Het boeit me echt niet meer. Nee. Ik heb geen zin om op punten te letten. En ik beweeg zoveel dat ik nog wel eens een stokbroodje met kaas... En ik lekker van genieten. Ja. Wel eens een stokbroodje met kaas? Wat is ja, er dan dat is mijn... Is het dan niet goed als je dat 5-6 dagen per week doet? Nou, maar je moet een beetje in balans blijven, hè? Ja, oh ja. Oké, nou, ik ga op twee voeten staan. Dan is dat ook weer... 5-6 dagen per week een stokbroodje met kaas. Ik ja, ben heerlijk. Ja, ik ben er ook van. Maar ja. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. Ja. Hey, en waar word jij ongelooflijk blij van? Als ik het leven van iemand door mijn initiatief mag veranderen. En als ik andere mensen, die komen bij me binnen. En sommigen hebben natuurlijk ook nu een klaar mee loop met een relatie. Want die hebben elkaar bij ons gevonden. Ja, dat kijk ik natuurlijk ook. Daar word ik, als mensen genieten en elkaar ontmoeten en vriendschap met elkaar hebben gesloten. Daar word ik heel blij van. Geef eens een voorbeeld van je laatste trots. Van die laatste blijheid. Van iemand die inderdaad naar je toe is gekomen en heeft gezegd ja. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, gisteren nog. Ja, vertel. Een van de wandelaars die zei van ik ben zo blij als ik met jou meeloop. En dan kan ik zelf alles even vergeten. Want ik bepaal natuurlijk de route. Ik loop altijd voorop. Ik hou iedereen in de gaten. Ik ga zitten waar we zitten. Ik bestel koffie. Ik regel dat we weer gaan. Ik bedoel, ze hoeven zelf in principe niet na te denken. Op zich is dat een goed concept. Dat en je niet hoeft na te denken. Dat vond ik een heel mooi compliment. Ja. En dat probeer ik dan ook wel echt te horen, hoor. Want anders dan gaat dat er meteen weer uit. Ja. Ja. Daar ben ik heel goed in. Ik vind mezelf... Oh, ga weg. Serieus? Oké. Nou, dat viel niet op van in dit interview, hoor. Dat je, nogmaals, ik heb er drie complimenten proberen te geven. Ja, bedankt. Maar die werden even zo hard weer terug in mijn gezicht gegooid. In die zin, dat valt toch allemaal mee. Ja, ja. Hey, ben je inmiddels ook nog wel af en toe geïrriteerd? Heb je nog wel dippen? Nou, de laatste jaren natuurlijk heb ik wel wat dippen gehad. Want ik liep één op één alleen met mensen. En natuurlijk het eerste half jaar alleen. En ik ben heel erg van de aanraak. Ja. Arm door hem heen, hoe gaat het? En dat mocht natuurlijk niet. Nog steeds niet eigenlijk. Maar dat vond ik wel echt een dip. En mijn dochter thuis de hele dag, dat is voor mij ook niet echt dat vond ik heel zwaar. Ja. Voor haar ook, hoor. Maar ik vond het heel zwaar. Want we hebben best wel een klein huisje, dus dan zit je best wel op elkaars lip. Ja. Dus ik ben blij dat de zon weer schijnt en dat ze lekker examen heeft gedaan. Hopelijk gaat ze studeren in Amsterdam. En wat gaat ze doen? Pedagogie. Goed. Ze wil andere kinderen helpen die een moeder hebben zoals ik. Ja, oh, wat goed zeg. Wat grappig. Nou ja, daar kan je er ongelooflijk trots op zijn natuurlijk. Daar ben ik heel trots op. Ja. Op haar ben ik heel trots. Doet het heel goed. Ja. Ja. Gaaf. Heel gaaf. Ik kan me goed voorstellen dat je de afgelopen periode daar dan wel... als je inderdaad van de aanrakerige bent en dat mag dan niet meer... Ik weet niet of jullie gekeken hebben, maar ik roep je toch even op om dat te doen. Er was afgelopen week een fantastische documentaire op televisie over de familie Schouten.
En zij is een enorme goede schaatster en haar broer ook. En die hebben een bollenbedrijf. En daar was de moeder altijd de allergrootste kracht in het geheel. En die kreeg een hersenbloeding een paar jaar geleden. En daar is een documentaire van gemaakt die echt door merg en been gaat. Echt prachtig. Met name omdat hij helemaal niet traditioneel is. Er staan geen voice-over of andere dingen of liedjes. Nee, je kon ook genieten van het feit dat die man gewoon 2 minuten voor zich uit zat te kijken. Dat maakte het heel erg mooi. En het gekke van het verhaal is, ik zat er al helemaal in. Ik kreeg enorme kippenvel ervan. En toen kwam corona pas. En toen stond een van die dochters, die stond voor het raam naar moeder te zwaaien. En toen vertelde die man ook hoe hij dat beleefde. En dat kwam zo binnen. Omdat je, weet je, even je realiseert je dat natuurlijk helemaal niet. Behalve als het je gebeurt. Ben je al ingeënt? Ja. Dus dat betekent dat je inmiddels gewoon weer... Ik zou het wel doen, maar ik doe het niet nog. Nee. Niet alle wandelaars zijn ingeënt. Ik heb wandelaars van 85 tot 24. Dus ja. Ik zit niet aan... aan de jonge mensen, maar aan de oudere mensen durf ik wel weer, die durf ik wel weer te knuffelen, zeg maar. Heel goed. Lekker is dat, hè? Ja, ik hou ervan. Ja, ja. Heel goed. Dat vind ik ook zo leuk bij ons, dat er bijvoorbeeld... We hebben een man, die is 85, die heeft nu een nieuwe relatie gekregen, ook een man. En die lopen dan ook allemaal weer met ons mee. Ja. Of er is een tante of een nicht die af wil vallen. Of weet ik veel, sommige mensen hoeven helemaal niet af te vallen, maar die zijn alleen. Er zijn een hoop mensen alleen. Alles komt mee. En dat vind ik zo leuk. Dat vind ik toch wel een compliment ook als mensen. De buurvrouw en tantes en weet ik veel wat allemaal meekomt. En ik heb ook gewoon al wandelaars 5 jaar mee. Gaaf. Ja, en dat vind ik echt tof. Ja? En die draaien nu wandelgroepen voor Klaar Mee Loop mee. Ja? Dus die zijn van wandelaar naar wandelbegeleider gegaan. Daar heb je ook een cursus voor, heb ik ook gedaan. Okay. Maar ja, ik doe het vooral met mijn hart. Ja. Geweldig. Ja. Hey, even, je zei aan het begin van de uitzending dat je mogelijk nog wel wat reclame wilde maken, omdat je misschien nog op zoek was naar wat wandelaars. Ja, dat zou leuk zijn als mensen bij komen. Gooi hem erin. Die €250, daar krijg je wel een factuur voor. Ja. Maar gooi hem erin. Je kan met me mee en met ons team mee op maandagmorgen vanaf 9:30 vanaf Huis van de Wijk de Alkenhorst. Dinsdagmorgen kan je met me mee bij de fysiotherapeut van de Franse Halstraat, de Groups for Balance. En om 11:00 heb ik een wandeling voor mensen die echt heel graag af willen vallen en echt van de bank willen komen. Woensdagmorgen kan je met Klaar Mijn Loop mee vanaf de Rietschoot om 9:30. Ook weer 3 verschillende afstanden. 4 kilometer, 8 kilometer en 12 kilometer. Donderdagmorgen kan je om 9:30 mee vanaf de Rekeren met Paulien. Vrijdagmorgen kan je vanaf 9:30 mee met de Mare Nostrum. Zaterdagmorgen kan je met mij en Tom mee vanaf 10:00. Want dan mag je iets later komen. Van Huis van de Wijk de Alkenhorst. En dan lopen we meestal zo'n 7, 8 kilometer gezamenlijk. En dan doen we altijd gezellig een pauze tussendoor. En ik verzin de route meestal 's nachts als ik slaap. En voor de mensen die het nog extra willen weten en die echt geïnteresseerd zijn geraakt, je kan ook met mij mee op zaterdagochtend naar het strand met mijn hond. Ook gezellig. Heerlijk, want wandelen is wel iets heel erg gaafs. Het is fantastisch. Hey, even, wat is je levensmotto na al die jaren ongeluk en geluk? Het kan ook zonder zin. Het kan ook zonder zin. Oh, die vind ik wel heel erg mooi. Hij is niet van mij, hoor. Nee. Maar ik vond het een hele goeie. Ja, het kan ook zonder zin. Geweldig. Hey, en als laatste. Dankjewel. Als je nou 1 iemand moet benoemen die voor jou een hele lange lont is. Iemand die altijd optimistisch is. Misschien uit je wandelploeg of iemand. Wie is dat dan? Ad. En wie is Ad? Ad is die 84-jarige wandelaar. Ja, die? Ad en Lottie. En Lottie is 82 en Ad is 84. En Ad is altijd tip-top gekleed, altijd gematcht, maar hij is ook altijd blij. En ik hoor hem nooit klagen. Ja. En dat vind ik fantastisch. Dus als wij straks het nummer vragen van Ad en vervolgens hem mogelijk uitnodigen, dan zou dat een leuke... Ja, dan breng ik hem wel. Heel goed, dan kom je weer deze kant op. Ja, dat zou leuk zijn. Even onder 1 voorwaarde, wandelend. Huh? Hey, hartstikke bedankt dat je er was. Nou, indrukwekkend verhaal. En de tip die ik je nog even meegeef. Je mag echt trots zijn op de dingen die je in dit geval hebt bereikt. Gezien het verleden en nu ook het heden. En keep up the good work. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer, waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel!
De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.